Dag Nico, veel werkgevers investeren in een groepsverzekering omdat ze hun personeelsleden een aanvullend pensioen willen aanbieden. Maar vaak weten die werknemers niet wat de fiscale behandeling is van zo'n uitkering uit een groepsverzekering. Laat staan dat ze op de hoogte zijn dat ook in dat domein langer werken echt wel loont. Nico Hostien, manager estate planning bij De Groof Peterkamp, laat ons vandaag spreken over de fiscale en de parafiscale behandeling van een groepsverzekering. Want het is wel een brandend actueel thema, hè? Ja, het is inderdaad zo dat de pensioenhervorming heel actueel is, maar eigenlijk had het nog veel actueler moeten zijn, want sinds een aantal maanden kondigt het najaar 2021 zich aan als de periode waar de grote, lang verwachte pensioenhervorming zich zou moeten realiseren. Mm-hmm. In dat kader heeft de minister van Pensioenen, Lalieu, ook een voorstel gedaan, een voorstel uitgewerkt. Dat voorstel werd gelanceerd in de media. Was blijkbaar niet goed overlegd met de coalitiepartners en dat botste nogal op een heftige reactie. Het is op een koude steen gevallen eigenlijk. Het is op een koude steen gevallen, vandaar ook de reactie van de eerste minister, die uiteindelijk zich verplicht voelde om het uit te stellen, het ganse debat, naar 2022. Dus, maar wat we vaststellen in dat voorstel van pensioenen is eigenlijk voornamelijk, en dat is toch wel een beetje verwonderlijk, dat het fiscale voordeel voor de aanvullende pensioenen en dus ook voor de groepsverzekeringen, dat daar niet aan geraakt wordt. Ja, laat ons dan specifiek focussen op die groepsverzekeringen. Wat houdt zo'n groepsverzekering eigenlijk in? Wel, een groepsverzekering is eigenlijk niks anders dan een soort levensverzekeringscontract waar er een aanvullend spaarpotje wordt aangelegd in het voordeel van de werknemer. De groepsverzekering is eigenlijk opgebouwd rond drie pijlers, rond drie partijen. De eerste partij is eigenlijk de werknemer, die in het kader van zijn salarispakket dat extra potje krijgt aangelegd. Het is dus eigenlijk een vorm van uitgesteld loon. De tweede partij is de werkgever, die dat spaarpotje financiert met premies die betaald worden op regelmatige basis. En dan uiteindelijk is de derde partij, de verzekeringmaatschappij, die de premies ontvangt, belegt, investeert en dan uiteindelijk op pensioenleeftijd uitkeert aan de werknemer. Je spreekt daarover de pensioenleeftijd, maar op welk moment kan er dan effectief een uitkering gebeuren? Dat is inderdaad een heel belangrijke vraag. Het algemene principe is, in het kader van we moeten met z'n allen langer werken, is dat de groepsverzekering enkel kan uitgekeerd worden vanaf het moment van de effectieve pensionering op de wettelijke pensioenleeftijd. De grosso modo 65 jaar. Ja, inderdaad. Dus dat is het principe dat heel sterk overeind blijft. Nu zijn er wel een aantal uitzonderingen. Bijvoorbeeld een vervroegde pensionering. Iemand begint zijn beroepsloopbaan heel vroeg, vanaf zijn 18 jaar, heeft een volledige carrière opgebouwd. Hij zal in bepaalde gevallen wel vroeger zijn pensioen of zijn groepsverzekering kunnen opvragen. En wat is dan de fiscale behandeling als die uitkering er komt? Wel, het fiscaal regime hangt inderdaad heel sterk af van de manier van uitkeren, kapitaal of in rente. Als de uitkering gebeurt in kapitaal, dan geldt eigenlijk het principe van hoe langer we werken, hoe groter het fiscale voordeel. Dat vertaalt zich in de praktijk van als we de uitkering krijgen op de wettelijke pensioenleeftijd en de werknemer is effectief actief gebleven tot aan die leeftijd, dan zal er getaxeerd worden aan een tarief, aan een laag tarief, van slechts 10%. Als de uitkering in kapitaal op een ander moment gebeurt, bijvoorbeeld op een vervroegde pensioenleeftijd, dan zal het in functie van de leeftijd zijn. En dan gelden er tarieven van 20%, 18% of 16,5% in functie van de leeftijd. Daarnaast kan een werknemer ook zijn groepsverzekering opvragen in een rente. En een rente is eigenlijk gewoon onderhevig aan de marginale tarieven in de personenbelasting, tot 50%. Wat inhoudt als hij ook nog andere belangrijke inkomsten heeft, dat die rente wel aan een vrij hoog belastingsdruk kan onderhevig zijn. Dan is er ook nog een speciaal regime voor de zogenaamde lijfrente, na afstand van kapitaal. Dat is een technisch regime, maar dat komt erop neer dat dat soort inkomen beschouwd wordt als een roerend inkomen, belast aan een vast tarief van 30%. Nico, wat gebeurt er eigenlijk als de begunstigde overlijdt vooraleer die pensioenverzekering op vervaldatum komt? Wel, eerst en vooral zal men het niet meer aan de werknemer zelf kunnen uitkeren en zal men moeten kijken naar het contract. Daar staat meestal een begunstigde in, een persoon aangeduid, en de uitkering zal dan meestal aan die persoon gebeuren. Dat is in de praktijk meestal de echtgenote of de kinderen. Staat daar niks vermeld, dan is het in principe zijn nalatenschap. Stel dat ik meer wil weten over mijn groepsverzekering, waar kan ik dan terecht? Op de website van mypension.be onder de rubriek aanvullende pensioenen. Opgelet, de bedragen die daar staan vermeld zijn bruto bedragen, dus zonder rekening te houden met fiscaliteit. Dus de bedragen die effectief zullen ontvangen worden, zullen een stukje lager liggen.
Nico Hostien, bedankt. In elk geval een onderwerp om van dichterbij te bekijken.